Dankjewel. We zijn nu aanbeland. En niet op in Ameland, maar we zijn beland. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja dat zijn wij. Het is vandaag, hoe toevallig, zaterdag 29 mei 2021. En zoals je kan zien op de klok is het nu bijna 1:30. En Ro is nu net aangekomen. Wij moeten nog de hondjes doen en wij gaan vandaag naar Den Helder. Sowieso weer even naar mama. En ik ga weer even lekker stappen. Ik kan gewoon lekker slapen. Helemaal geweldig. Helemaal top. Dus dat wordt weer een latertje. Ik heb er gewoon even weer lekker zin in. Dus ja. Dus ja. Dus even naar mijn andere mama. Lekker even daar even lekker weer bij kletsen. Et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Ja, is leuk. Schappig. Dus ja. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier van deze gloednieuwe vlog. Ik heb een lady. Lady, kijk dan. Wil je zometeen wat lekkers van mij? Zometeen lekkers? Oeh. Hij schat, kom er even bij. Kom eens even bij. Want jij hebt gisteren een tas gekocht. Ja. Mooi, kun je die eventjes unboxen aan de kijkers? Ja, precies. Maar hij ligt daar op tafel. Dus als je hem even wil unboxen, dan graag. En ik zie nou even niet zo heel veel, maar voor mijn gevoel, omdat het de zon schijnt. Ik ga even hier filmen. Ja, oké. Okay. Zwarte tas. Met grijs. Ja. Het zit netjes in een plastic verpakt. Dat scheelt weer. Ik heb geen plastic. Ja, en dat kan gewoon open en gescheurd worden. Mag hier, van mij. Hier mag je papier erbij. Kijk. Oeh, kijk. En waar gaan we deze voor gebruiken voor vandaag? Voor mijn gereedschappen. Hahaha, met de koekoek. Maar voor vandaag. Voor het eten even, op dit moment. Eten erin. Om daar even dingen in te doen, want dat is wat handiger, denk ik. Je kunt mooie flesjes aan de zijkant. Ja, dat bedoel ik, precies. Er zit een hele stevige bodem in. Hele stevige, ja. Want wij hebben nu ook al zo één voor in de auto voor. Voor de noodspullen, de RBO, wegafzettingen en dergelijke. Ja. Beschermingslint, hesjes, noem maar op. En waar kunnen mensen deze tas kopen, als ze ook zoiets willen? Als zij ook zoiets willen, kunnen ze in de winkel kopen van Acetion. Dus Action, ja. En we worden er niet voor gesponsord. Nee, maar niet. Hoe duur was die? Deze was €9,95. Oké, okay, top. Dus, mocht je zo'n tas willen hebben bij de Action, deze mooie tas voor €9,95, wat Ro al zei, daar kun je hem halen. Dus heel veel plezier met deze mooie tas. It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell, and I never thought I would fall in love with someone just like you, and nobody here now, I hear you calling out, I hear you calling out.
Zo, we zijn er allemaal aangekomen. Zo. Is dat zo? Lekker negeren, die handel. Hi, mam. Ziet het er weer goed uit? Ja, ik heb mijn vis dan een beetje koud. Ja, nou, dat kan toch? Ik heb een veekappeltje laag. Ja, nou, is toch goed, toch? Maar je moet mijn vet weer uit, anders kan je niet helemaal zien. Netjes. En ik heb de andere jurk ook al. Netjes, toch? Nou, netjes. Top. Nee, niet aandacht nog, lief. Dat is wat ze moeten leren. Oh, netjes, kijk, mooi. Netjes. Ja. En natuurlijk de korting, hè? Ja, nou is toch goed. Even zien hoe dat zit. Kijk, ook een hele mooie man. Top. Is dat mooi. Ja? Ja. Ja, die moest je even onder de oksel nemen. Dat is een beetje te wijd. Nou, is dat mooi? Dus, ja. En jij hebt ook wat mooi. Ja, ik zag het al via mijn app, maar die kijk ik morgenochtend wel, mam. Ja, kun je nou niet kijken. Jij kunt wel kijken als je het kwijt hebt. Nee. Dus, nee, precies. Maar het is heel mooi. Mooi, top. Nou, beide. Kom maar. Dankjewel. Dankjewel. Zag jij beide pootjes? Dat gebeurt wel vaak. Leg er aan om dicht zelf bij elkaar te zitten. Dan heb ik allebei de pootjes tegelijk. Het is een meisje. Wat is het? Wat is mijn meisje? Ja, zo lief allebei. Oh, zo lief allebei. Ja, ja, allebei zo lief.
do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. Sometimes I say that I want you back, but I don't know if I do. Sometimes I think about the good days we had, but there were bad days too. And I know love is like the phases of the moon. Thank you.
Ja, het is alweer zondag. Ja, 30 mei. Ja, het is nu. Hoe laat? Eens even kijken voor jullie. 3:30 geweest. Ja. We zijn nu aanbeland. En niet op in Ameland, maar we zijn beland bij de Rottermeren. Ja, hoe toevallig. We hadden zoiets van, we gaan gewoon even lekker rijden. Gisteren was het een latertje geworden. Een vroegertje. Ja, precies. Dus ja, we gaan gewoon weer lekker door waar we gebleven waren met vloggen. Er zit wat weer een leuke weekendvlog, dus ja. We zijn dus nu weer bij de Rottermeren. We gaan even te eten. Ja. Dus we gaan even wat te kanen. Mooie vlog maken voor jullie. Zo helder is het hier, jongens. Echt, hoe mooi. Moet eens kijken hoe mooi ik deze naar voren heb gehaald.
Ja, nou, Roderick en ik hebben een beetje afscheid van elkaar genomen. Want ik heb een andere route gedaan en Rodi heeft dezelfde route als net gedaan. En eens even kijken wie als eerst aankomt bij de auto. En ik zie de auto al. En Roderick die loopt nog wel eens een beetje langzamer dan ik. Maar ik zie de auto al, dus ja, ik ga dat meemaken. Ik zal even filmen waar de auto staat. Daar, in het hoekje, daar staat onze auto. Nou, het is nou net 7 seconden dat ik aan het filmen ben. Of het maakt niet uit, of ik ben sneller. Hé, ja. Ze gaan dat meemaken. Heel veel motoren ook. Het is ook een mooie locatie hier ook, hoor, moet ik vertellen. Echt heel gaaf hier. Heel mooi. Nou, 33, bijna 40 seconden aan het filmen. Volgens mij komt de rode daar ook al aan. Yes. Dus het maakt in principe weinig uit. Hartstikke idee. Een klein greppeltje. Hartstikke mooi. Er is hier iemand volgens mij jarig. Geen idee. Zo. Kijk, dat zeg ik. Daar is Robo dus ook al. 1 minuut. Wie is er eerder bij de auto? En dat ben ik. Kijk, ik ben eerder. Hi. It's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone just like you. And nobody here,
Wat gaat er staan? Heb ik.
Ik liep al, ik loop af. Bijna 50 seconden zo achter je aan. Ja, jullie zien het al. Ik heb iets nieuws. Dat is sowieso deze mooie jongen. Ja. Clean en dry. Dus hier kan ik het in cleanen. En drogen. Yes. En dat is heel mooi. Hartstikke mooi. Yes. En dan de laatste. En ik heb nog wat gehaald. Dat is deze mooie jongen. En Roderick heeft hem in het... Nou, in het zwart. En ik heb hem dus in het wit gehaald. Dat is deze. Die ga ik ook zo meteen lekker in mijn slaapkamer doen. Dus even kijken of het gaat werken. Ik ben benieuwd. Laat het jullie sowieso gelijk... nou ja, niet en niet gelijk. Maar ik laat het jullie wel weten hoe deze werkt. Ja, lieve mensen. Ja, het is een tijd van een vlog openen. En het is een tijd van een vlog weer afsluiten. Nou, die tijd is gekomen. Ik ga vragen of jullie deze vlog leuk vonden. Zo ja, vergeet dan niet te abonneren en een duimpje. Vergeet die zeker niet. En als je er tijd voor hebt, laat even dan een leuke reactie achter. Want als ik tijd heb, dan krijg je zeker een leuke reactie terug. Dan zou ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen terug bij een gloednieuwe vlog.